Dan wil ik alvast op het podium vragen Arjen de Wolf. Ja, nee, dat nog niet iedereen zit, hè. Dat wilde ik net vragen. Gewoon een daverend applaus voor Arjen. Maar Arjen, fijn dat je er bent. Graag gedaan. Zou je eventjes in het kort vertellen van waarom je hier bent en welke rol je speelt in dit fantastische debat wat er plaatsvindt? Want jij hebt een onderzoek gedaan, of je bent nog aan het onderzoeken. Ik ben nog aan het onderzoeken. Ja, wat ik hier precies doe, weet ik ook niet exact, eerlijk gezegd. In elk geval ben ik door de gemeente gevraagd om lokale media door te lichten. Dus we hebben POA, dus voor de pauze al het een en ander over besproken, geloof ik was wat later. Te kijken naar hoe de samenwerking verloopt. Dus hoe we samen in de stad met al die actoren lokale media maken. En wat daar in de toekomst van zou moeten worden. En dan vooral vanuit het perspectief van de gemeenschap. De gemeenschap die er geld in steekt. En de gemeenschap die een bepaalde verwachting heeft van publieke omroep. En dan wil iedereen natuurlijk weten wat die conclusies dan zijn van de evaluatie die je aan het doen bent. Ja, maar daar ga ik niet op vooruit lopen natuurlijk. De evaluatie die volgt. Wij vonden het netjes, de gemeente vond het netjes om te wachten op het advies van de Amsterdamse Kunstraad. Dat komt er binnenkort. En dus dat zal een belangrijke bouwsteen zijn, ook voor mij. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel onderwerpen die gewoon nu open en bloot op straat liggen, waar iedereen ook het gesprek met elkaar lang over voert. Zoals? De evaluatie aan de orde komen. Zoals? Nou ja, hoe relevant voor de stad en de kijker is AT5? Wat is de relevantie van Salto en de radiozenders? Doet publieksbereik er wel toe? Hè? Doet het er wel toe dat je moet gaan kijken naar hoeveel mensen je trekt? Het gebrek of eigenlijk de kaalslag in heel Nederland van controle op de lokale politiek door media. De overgang naar online, waar heel veel mensen wel de juiste teksten over uitslaan, maar eigenlijk nog niet de goede oplossingen voor bedacht hebben. Ja, al die zaken. Dat zijn heel veel vragen die je hebt onderzocht. Wanneer is je rapport openbaar? Als de wethouder dat een goed idee vindt. Nee, dat zal vrij snel natuurlijk het geval zijn. De opdracht is bijna afgerond. Dan zullen de mensen met wie ik veel gesproken heb en natuurlijk de kans krijgen om er even naar te kijken. Ik zal ongetwijfeld een paar onzin dingen hebben opgeschreven, een paar dingen verkeerd hebben begrepen. En een aantal conclusies zijn uit de aard der zaak subjectief. Dus maar ik weet zeker dat de zaal hier die wil weten wanneer die conclusies, zeg maar, wanneer zijn ze af? Wanneer kunnen de mensen dat inlezen, zien? Ja, daar ga ik niet over. Maar ongeveer? Nou, binnen nu een paar weken. Oké, dus dan moeten we nog heel eventjes wachten. Waar je natuurlijk wel antwoord op kan geven is van, wat zijn nou de mooie voorbeelden die je hebt gezien? Ja, ik één mooi voorbeeld. Ik vind dat er zijn een paar dingen die je echt wel met elkaar af en toe moet roepen. In de eerste plaats zijn we natuurlijk dolgelukkig in deze stad dat we publieke omroep hebben. Mijn dagelijkse werk, mijn normale werk is voor een grote ontwikkelingsorganisatie. En ik heb heel lang voor Amerikaanse organisaties gewerkt. Het Midden-Oosten en landen waar publieke omroep niet bestaat. En wat het gevolg daar vaak van is, kun je vaak kausaal aan elkaar relateren. Dat we publieke omroep hebben is ongelooflijk belangrijk. Dat we daar geld in steken is ongelooflijk belangrijk. AT5, dat weten we ook, komt uit een periode waarin het lastig is geweest. Er zijn veel bezuinigingen geweest, veel gerommel geweest. Nog steeds horen wij, hè, vanuit de zaal ook. Nou ja, ik heb zelf als wethoudersassistent nog wel ruzie in de hoofdredacteur bij de wethouder aan tafel uit elkaar moeten houden. Ik bedoel, het is allemaal best wel heftig geweest. En een aantal jaar geleden, ik woon overigens niet in Nederland op dat moment, is het denk ik een heel verstandige keuze gemaakt om AT5 onder te brengen bij een stabiel, ter zake kundig mediaorganisatie als NH. Dat heeft in ieder geval tot stabilisatie geleid, maar het heeft ook geleid tot niet al te veel vet op de botten. Nou, dat is dus de discussie van nu. Je ziet dan dat als je naar de bedrijfsvoering gaat kijken, naar de mediabedrijfsvoering, als je achter de ideologische discussie en je gaat gewoon kijken naar wat gebeurt er nou feitelijk, wat voor geld gaat er nou over en weer, hoe zitten operationele kosten in elkaar, wat voor keuzes worden er daar gemaakt. Ja, dan kun je een discussie hebben met elkaar over bepaalde beslissingen. Je kunt ook discussie hebben met elkaar over wat voor kleur er ontstaat als je heel lang in een provincialere omgeving werkt. Je kunt ook heel vragen stellen bij de vraag,
moet je wel een nieuwszender willen zijn? Of is dat nou niet helemaal de rol die je als AT5 moet hebben? Mijn ooit oude collega Fijke Salverda, die een van de eerste hoofdredacteuren was van AT5... toen ik als jonkie nog bij Vrij Nederland werkte, vond dat helemaal niet. Die vond dat het een flankerende, verdiepende, verbredende, discussierende zender moest zijn. Dus dat zijn allemaal discussies die heel erg relevant zijn. En kosten kun je van twee kanten beheersen. Je kunt kosten. Ja, maar als je. Want volgens mij. Wij komen al heel snel bijna tot conclusies. Als ik goed naar jou luister. Oh ja. Zonder dat je het zegt. Nee, toch niet? Nou, ik ga over mijn eigen woorden. Jij gaat over wat jij verstaat. Ik heb nog niet zo ontzettend veel gezegd. Gewoon nog even terug naar mijn vraag. Als je nou naar het buitenland kijkt. Wat zijn nou misschien wel stadszenders. Waarvan jij zegt van nou. Dat is nou gewoon een mooi voorbeeld voor AT5. Of daar heb ik gewoon, daar ben ik zo warm voor gelopen. Dat denk ik van nou, één op één zou AT5 dat kunnen kopiëren. AT5, of helemaal niet. AT5, zoals het nu is, met de uitgangspunten die het nu heeft, is een van de betere voorbeelden in de wereld. Er kunnen dingen parallel waar zijn. Hè? Dus je kunt vinden naast elkaar, je kunt vinden dat AT5 het goed doet momenteel. Terwijl je toch vindt dat het anders moet. He, die dingen kunnen naast elkaar bestaan. AT5 doet het helemaal niet slecht. Als je kijkt naar Toronto, als je kijkt naar New York, is het voorbeeld dat vaak wordt genoemd, maar gek genoeg zie je dat met name in Canada de open access gedachte op een heel andere manier is ingevuld dan de PBS gedachte in Amerika. En dat leidt veel meer tot een soort van publieke lokale omroep zoals wij die kennen. Die is heel interessant. En wij kunnen, moet ik uit eigen ervaring zeggen, en mijn eigen werkervaring zeggen, we kunnen veel leren van Afrika. In Ghana is er met hulp van Nederlandse journalisten publieke omroep opgezet. Als je kijkt naar community radio in heel veel landen. Wat dan exact kunnen wij dan leren? Dat je de maatschappelijke discussie op allerlei manieren in huis kunt halen. En dat de informatieplicht die je als media... Ben je een pijler van het democratisch proces. En het invullen van die pijler, daar kun je het wel over hebben. En dat verschilt ook wel in de tijd, verschilt ook wel technisch in de tijd. Maar ja, want ik wil zeggen, Afrika, dat is toch, als we zeg maar naar de technieken kijken, dan ontbreekt het daar in Afrika natuurlijk best wel aan. Oh ja? Nee hoor. Nou, ik bedoel, ik ben nog niet zo heel lang geleden in Afrika geweest. En ik was... Groot, ja, nee, tuurlijk. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Maar goed, ik was niet mobiel bereikbaar. Maar goed, dat even terzijde. Dat ben ik in Europa ook wel eens niet. Maar goed, net zoals Europa niet een monolithisch ding is, is Afrika dat uiteraard ook niet. En er zijn enorm goede voorbeelden van heel vooruitstrevende mediaorganisaties en innovaties in Afrika waar wij hier nog een puntje aan kunnen zuigen. Dus onder... Een klein voorbeeld en dan gaan we afronden. Gewoon echt een specifiek voorbeeld hiervan en dan gaan we afronden. Nou, een voorbeeld is dat, we hebben het nu even over AT5 vooral gehad. Belangrijk natuurlijk ook is Salto, het open access idee dat in mijn ogen nog steeds ontzettend relevant is in deze tijd. En normaal niet een relevantie heeft afgenomen. Is een van de manieren waarop in het buurland van Rwanda eenzelfde soort van, laten we zeggen, onrust voorkomen is. In Zuid-Soedan is dat vrij lang ook gelukt. Sierra Leone, ik kan je een paar landen noemen waar ik zelf heb gewerkt, waar dat soort media hebben bijgedragen aan rust en stabilisatie. En waar het gaat om innovatie, waar je dus kunt zien dat de techniek, die veel goedkoper is geworden, waar het opleiden van mensen met gewone... Je kunt nu met een smartphone, met edit, we hebben zelf Storymaker laten mede ontwikkelen met Free Press Unlimited, waar met smartphone's met bijna 4K kwaliteit tegenwoordig video wordt gemaakt. Het uitzenden allemaal op minimale basis gebeurt. Een complete uitzendstudio voor €30.000 te bouwen is. En dat zijn allemaal dingen die gewoon in Afrika al lang aan de hand zijn. Nou, ik zie Bart luisteren vol aandacht. Volgens mij hebben jullie hierover straks nog wel verder gesprekken. Arjan, ik wil jou voor nu even hartelijk bedanken, want we hebben gewoon een vol programma. Dankjewel en we spreken je tijdens de borrel. Dankjewel. Dan wil ik nu heel graag een aantal mensen op het podium uitnodigen. Zoe, de mensen die weten zelf dat ze natuurlijk zijn uitgenodigd en dat ze hier in aan het panel gaan deelnemen. Maarten, Yassine, eventjes kijken, vergeet ik iemand? Teun. Nou, gaan jullie lekker zitten. Even een hele korte introductie. Teun, stel jezelf even voor. Teun Gauthier, ik ben een uitgever. Oké, dan hebben we Zoe. Hey, ik ben Zoe, ik ben journalist en ik ben ook oud AT5'er. Goed dat je er bent.
Maarten? Ja, Maarten van Boven, algemene artistiek directeur van Muziekgebouw aan het IJ. Goed dat je er bent ook. En Yassine Alfokani en ik ben vandaag een imam. Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Wat de bedoeling is dat wij met elkaar een gesprek gaan voeren over hoe je nou een succesvolle publieke stadszender kan worden. Wat ontbreekt er? Wat moet er juist gebeuren voor in de toekomst? Daar hebben jullie natuurlijk allemaal ideeën over. En daar gaan we het met elkaar over hebben. En we hebben natuurlijk al heel veel geluiden gehoord net. Te beginnen met Zoe. Zoe. Ja. Leuk dat er ook een vrouw zeg maar, ja, in de panel zit. Ja, werd wel eens tijd. Maar goed, ja. Ja, jeetje. Nou ja, misschien is het wel... Ik heb zelf 5 jaar bij AT5 gewerkt. Ik vind het op zich wel jammer dat het tot nu toe... Want ik zie dat er heel veel AT5'ers zijn. Ook oud-collega's van mij. Die had ik zelf misschien ook wel wat meer willen horen vandaag. Oh, maar dat kan alsnog straks, hè? Ik bedoel, als mensen iets willen zeggen, dan sta alsjeblieft op. Maar nou ja, om misschien wel te schetsen hoe het is om bij AT5 te werken. Het is heel erg leuk. Het is heel erg intens. Want je bent dus continu bezig om met heel weinig middelen zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik heb er 5 jaar gewerkt, daarna was ik echt helemaal naar de tyfus. Maar het was wel ook, het is ook een plek waar je heel veel kan leren. Ik denk wat een sterke stadszender nodig heeft en wat er al is, is er is veel creativiteit, talent, zowel voor de schermen, daar gaat het vaak over, maar ook heel veel achter de schermen. Er zijn ook heel veel mensen achter de schermen doorgestroomd naar weet ik veel waar dan ook. Maar waar liggen de uitdagingen? Ja, nou ja, daarom zit ik hier natuurlijk gedeeltelijk ook. Misschien wel goed om te zeggen dat ik werk op dit moment aan een boek over het gebrek aan diversiteit in de media. Nou, dat is natuurlijk ook gebrek aan vrouwen, ook bij AT5 soms. Maar ik heb het dan vooral voor etnisch, culturele en religieuze diversiteit. Dat boek gaat over alle media, hoor, alle mainstream media. Maar kijk, je moet natuurlijk wel, als je een stevige stadszender wil hebben en je op een moment in een stad leeft waar superdiversiteit officieel is, waar de minderheid een meerderheid is, dan moet je dat natuurlijk wel zowel voor als achter de schermen terugzien. En ik denk dat wel een interessante uitdaging is voor AT5. Het is iets wat ze denk ik ook al heel erg lang weten. Maar wat je natuurlijk nu niet meer uit de weg kan gaan of kan ophangen aan we hebben niet genoeg geld. Misschien is het toch wel aardig, want Bart zit hier natuurlijk, dat hij daar even op reageert. Nee, toch niet? Nee, dan... Gezellig. Nou ja, goed, dus ik denk wel dat... Ik hou veel van AT5, maar ik hou ook veel van mijn vriend. En ik vind het soms ook een enorme eikel. En ik ben gerust ook kritisch. Dus dat heb ik natuurlijk met AT5 ook, anders zou ik hier niet zitten. Maar het is denk ik wel, wat mij betreft, mag dat de eerste prioriteit zijn. Want anders kan je jezelf natuurlijk wel steeds minder serieus gaan nemen. Er gebeuren veel mooie dingen en de potentie is er ook. Maar dan mist het nog het een en ander. Ja, en een en ander veel, ja. Maarten, wat is jouw visie? Nou, wat mij opvalt is dat we in Amsterdam natuurlijk een publieke lokale omroep hebben. En die ook voor een deel met publiek geld wordt gefinancierd. Dat we een hoop culturele instellingen in Amsterdam hebben, die ook voor een deel met publiek geld worden gefinancierd. We zijn daar eerst en vooral ook voor de Amsterdammers en de mensen die in de regio Amsterdam wonen. En dat die twee nog niet echt bij elkaar komen. Dat culturele aanbod en die omroep. En er is zoveel moois te zien en te horen in Amsterdam, zoveel moois te beleven. En ik zie het nog niet integraal op AT5 terugkomen. Dat vind ik jammer. De gemiste kansen, zeg jij eigenlijk. Ja, er zullen vast heel veel redenen voor zijn. Vast ook hele goede redenen. Maar ik denk van ja... Kom anders... Momentje. Want niemand die hoort jou. Kom anders alsjeblieft even hier naartoe. Nee? Jawel, Helen, kom nou even. Ja, maar jij wil wat zeggen. En ik denk dat de zaal je ook wel even wil horen. Maar dan is het handig... Ik geef jou heel even een microfoon. Ga even staan. Stel je even voor aan de mensen die jou misschien niet kennen. Ga even alsjeblieft staan. Nogmaals, Helene Pronk, adviesinformateur AT5. Wij waren dit weekend uitgebreid bij Museumnacht. Hartstikke goed. Live gedaan van 7 tot 12. Ja. ADE, ook allemaal live stream gedaan. Filmpjes gemaakt, YouTube. Ik denk dat Maarten toch het een en ander blijft missen, ook al is dat jouw antwoord nu. Ja, bedoel, er is echt zoveel moois en te gek dat jullie dat allemaal doen. Maar hoe mooi zou het zijn dat je daar ook als omroep ook gewoon nog meer in kan bemiddelen feitelijk. En ook kunt laten zien wat er is. Oké, dankjewel. Yassine, wat vind jij? Ja, nou, kijk, sowieso dat diversiteitsvraagstuk waar zo je het over heeft. Mijn ervaring met AT5 bijvoorbeeld, ik heb dan aan de andere kant gestaan omdat ik elke keer geïnterviewd werd, is op het moment dat iemand binnen de redactie islam en al die multiculturele vraagstukken belangrijk vindt, dan kan je elkaar goed vinden. Maar op het moment dat net die persoon wegvalt,
dan zie je dat die brug dan minder geslagen wordt. En dan is ook de vraag van in hoeverre de redactie, in hoeverre AT5 er ook heel veel aandacht aan besteedt. Maar nog een ander punt, wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind. Als ik kijk naar Amsterdam en ik kijk ook naar de wijken waarin ik een acteer, naar Slotervaart, een nummer op. Daar gebeuren zoveel mooie dingen, zoveel belangrijke dingen. Zoveel dingen waar een landelijke... Kan je een concreet voorbeeld geven? Ja, ga ik ook doen. Even een voorbeeld. Hè. Het landelijke media is altijd erg op zoek naar vraagstukken die in die kleine wijken gebeuren. Bijvoorbeeld, nu dat er heel veel discussie is over buitenlandse financiering, dan word ik gebeld vanuit landelijke media. Goh, hebben jullie ergens een moskee in Amsterdam die ook gebruik heeft gemaakt van buitenlandse financiering? En dan denk ik, dat is toch nou net zo jammer dat AT5 bijvoorbeeld niet in staat, of wel in staat is, maar niet meer energie insteekt om in die wijken terecht te komen. Soms ook meest complexe vraagstukken boven water krijgt die een landelijke media helemaal niet voor elkaar krijgt. Maar jij zegt eigenlijk AT5 moet meer gaan verbinden. Ja, meer gaan verbinden en meer in die wijken terechtkomen waar je ook in staat bent om die complexe processen, wat iedereen graag wil begrijpen, om dat voor elkaar te kunnen krijgen. En ik denk dat een stadsomroep dat veel beter in staat is om dat te doen dan bijvoorbeeld een landelijke omroep. Teun, hoe zie jij dat? Ja, voor mij mag het allemaal wel een beetje radicaler hoor. Ik bedoel, Felix denkt in 20 jaar, maar het gaat natuurlijk niet om 20 jaar, het gaat om heel, heel kort. En wat ik merk is dat er heel referentieel wordt gedacht. Dus we hebben nu een omroep. En, nou, dan gaan we van die omroep gaan we iets anders maken. Volgens mij is het echt meer dan tijd om een stap terug te doen. Zeg, als je nou een wit papiertje hebt en je gelooft dat we in een stad wonen. En waarbij ook geldt dat media gaan helemaal niet over content. De content is 20% van de propositie. Het belangrijkste rol van media in een medium is dat het mij een gevoel van belonging geeft. Ik hoor ergens bij. Hè? Dus ik vind die oriëntatie op content altijd heel eenzijdig eigenlijk. En dus volgens mij zijn er in de media twee dingen aan het verschuiven. Eén is de institutionele redactie. Ja, dus er zit een groep mensen, die zit daar, die komt 's ochtends binnen, die gaat 's avonds naar huis, die maakt spul. En die maakt spul voor zijn eigen kanaal. Dus er zitten 180 redacteuren bij de Volkskrant de hele dag te tikken en dat gaat dan in de Volkskrant naar de wereld. Ik geloof dat de grote verschuiving is van institutionele redactie naar een genetwerkte redactie. Dus niet 8 of 10, dus ik weet niet hoeveel mensen er bij AT5 zitten, maar een enorm netwerk van mensen die een rol spelen in het kunnen vergaren en realiseren van content. En een distributie van de distributie. Jij hebt voor AT5 gewerkt. Ja. Reageer er eens op. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ik weet dat er ook wel op een moment zijn geweest dat er met buurtverslaggevers is gewerkt. Daar zou zeker potentie in kunnen zitten. Ja, ik vind het lastig. Kijk, het is. Ik denk. Persoonlijk denk ik dat je gewoon ook als redactie zelf in eerste instantie al... Ik denk dat AT5 in sommige buurten heel goed is ingevoerd en op sommige onderwerpen ook, maar ik denk op andere buurten en onderwerpen weer niet. Dit zou dat kunnen ondervangen, maar wel soms in de realiteit. En dan ga je weer kijken naar wat wil je precies op tv hebben, waar moet het voldoen, zeg maar. Maakt het uit dat het bijvoorbeeld dan niet altijd even goed gedraaid is? Ik bedoel, we zijn al lang weg van de enorme camera's, of misschien soms, maar... En ook inhoudelijk. Maar het publiek moet natuurlijk gewoon blijven kijken. Hoe dan ook. Of online gaat het hartstikke goed. Maar hoe zorg je ervoor dat het in de toekomst inderdaad succesvol blijft? Mag ik nog één toevoeging? Of wordt nog meer? Even doen wat ik net wilde zeggen. Is dat, ik dus, dat je ziet dat er vroeger vaste redacties waren. Nieuwe Revue had er ooit 80, nu nog 8. Dus dat gaat terug naar een core-redactie die de identiteit van een, in dit geval een blad, beheerst. Maar die distributie... Niemand, nou ja, AT5 heeft een nieuwsfunctie, dus een behoorlijk deel van de traffic op de website zal autonoom zijn. Echt mensen die AT5 intikken. De autonome traffic op volkskrant.nl is niks meer. Dat gaat via social media. Dus de curatie zit hem niet meer bij redacties, maar bij het netwerk. En mijn stelling is dat we dus, zeker ook op wat Yassine zegt, dat we volgens mij niet af moeten van het idee dat er een centrale redactie is, maar een gedecentraliseerde redactie, waardoor jij bijvoorbeeld mee kan helpen in het identificeren van de interessante dingen die er gebeuren in de stad. Ja, daar heb je nog een maakfunctie voor nodig die het professioneel houdt. Mm-hmm. Maar volgens mij moet je dus zowel in je productie, moet je veel gedistribueerder raken, en in je distributie ook veel gedistribueerder. Want we zitten nog steeds te denken in een setje van programma's die achter elkaar worden geprogrammeerd. Ik zie iedereen ja knikken, daar zijn jullie het al mee eens of niet? En maak dan een prachtig muziekkanaal op AT5, kan je zo doen. Met jullie hulp werk je samen, heb je de meest geweldige, maak een prachtig opinie, debat of levensbeschouwelijk kanaal op AT5. Hartstikke gaaf. Dat kun je met een centrale redactie nooit doen, kan je wel doen als je de capaciteit van de stad benut. Zeker, maar het punt wat jij nu ook maakt, dat merk ik ook bijvoorbeeld nu, als ik kijk naar bepaalde praatprogramma's die AT5 heeft,
dan zie je dat als het even over vraagstukken gaat waar ik me veel mee bezig hou, integratie en noem maar op, dan heb ik een keer naar al die praatprogramma's gekeken, een aantal daarvan, dan zie ik altijd dezelfde persoon weer terugkomen. Of Elvakani komt, of Soufiane Barki komt, of dus bepaalde mensen. En dan zit ik in die wijk, bijvoorbeeld in de moskee waar ik dan zit, en dan staat er een gesprek tussen mij en die jongeren, en dan zit er zo'n talent tussen, dat ik denk van verdomme, jij moet bij AT5 gaan zitten. Maar jij hoe komt het dan volgens jou dat die jongen of dat talent er niet bij AT5 zit? Maar ja, er is een best wel een grote kloof ontstaan tussen de jongere generatie en de klassieke manier hoe wij onze nieuwszenders organiseren, dat is een probleem. Want die heeft zoiets van, ik ga lekker vloggen en ik gooi mijn eigen verhaal en dan ben ik heb ik veel meer bereik. Dat is één punt. Een ander punt is dat ook een vertrouwensprobleem is, waarin ik het ook met jou eens ben, dat als die jongeren niet naar AT5 gaat, nou, dan gaat AT5 naar die jongeren toe. Dan gaan we gewoon lekker in die wijken leuke praatprogramma's maken, waarin die talent van die jongeren ook terugkomen, waarin ze onderdeel worden van die samenleving. En ook wat mij betreft het prachtig mooie Amsterdam ook verder innoveren. Maar wat zijn nou zeg maar dan, want je zegt van nou die jongeren die zijn en die zie ik niet op AT5. Maar wat doen die jongeren zelf? Nou ja, wat ik net zei, hè, die maken gebruik van hun eigen kanalen. Nee, maar hoe? En daar zijn ze heel creatief in. Maar jij wil ze op AT5 zien, dus hoe kunnen ze nou voor? Wat zeg jij dan tegen die jongeren die zichzelf niet terugzien op AT5 en die jij ook niet terugziet? Nou ja, kijk, waar het om gaat dat die kloof er is. En de vraag is of je ze moet gaan stimuleren dat AT5 dat zij naar AT5 gaan. In dit geval is de vraag van wat zou AT5 veel meer doen om in die samenleving verankerd te raken. En daarom denk ik van om allemaal naar het studio waar AT5 nu zit, om daar allemaal naartoe te gaan. Er zijn jongeren die nooit over de ring heen zijn geweest. Dus ik denk van nou ja, wees ook creatief en ga daar naartoe. Maak mooie programma's daar. Ja, maar dat is sowieso een groot probleem, hè? Dat mensen niet uit hun eigen reservaat komen. Dus ja. Hoi. Hi. Nou, een AT5 gezicht. Goed dat je er bent. Ja, klopt. Ik ben Sida Magee. Ik ben verslaggever en presentator bij AT5. Wat je zegt, van naar die wijken toe gaan, dat proberen wij heel erg met de straat van Amsterdam. Je zag er net een fragment van voorbij komen. Ik ben zo vaak naar Zuidoost gegaan, naar Nieuw-West. En je zou denken, misschien ook door mijn multiculturele achtergrond, dat ik mensen sneller kon overtuigen. Ze kijken allemaal naar AT5. Ze spreken me allemaal aan op straat, roepen straten van Amsterdam, reageren in nauwelijks op programma's. Maar ze voor de camera krijgen, is echt heel erg moeilijk. En dan wil ik ook even terugkomen op zo'n... Waar loop je dat tegenaan? Want je zegt, voor de camera krijgen is heel erg moeilijk. Hoezo willen ze dan niet? Want ze kennen je wel. Ja, maar dat betekent niet per se dat ze voor de camera willen reageren. En als je vraagt waarom niet, ja, media of heb ik geen zin in, daar komt nooit echt een heel goed argument op. En daar zullen ze ook wel zeker hun redenen voor hebben. Maar ik merk wel dat ze zich verbonden voelen met AT5. En dat merk ik dus ook als ik op straat rondloop, omdat ze me herkennen van televisie. Zeg je dan tegen Yassin, ik heb jou nodig? Ga jij met de jongeren praten dat ze wel, zeg maar... Nee, ik denk dat we terugkomen op waar we het eerder al over hadden en waar meneer Rottenberg al een beetje op vooruit liep in het parool, lazen we. We hebben meer geld nodig, want ik ben 7 jaar geleden begonnen als stagiair. Zoe was toen mijn stagebegeleider. Het was totaal anders. Ook toen hadden we niet veel geld. Maar de nieuwsredactie zag er heel anders uit. Er zaten 4 mensen op de politieke redactie. De bureauredactie bestond uit 6 man. 6 mensen met portefeuilles die de straat op gingen. We hadden iemand die had heel nauw contact met het COC. We hadden Zoe die tijd kreeg ook om af en toe de wijk in te gaan. Om daar verhalen te maken. Dat is allemaal verdwenen. Of allemaal, grotendeels verdwenen. Als je nu komt kijken... Wat ik ook al meteen wil zeggen is dat wij dat heel jammer vonden als redactie. Dat niemand van de redactie de kunstraad heeft gesproken in aanloop naar dit advies. Want dan hadden we daar zeker wat meer over kunnen vertellen. En als het aankomt op multiculturele gezichten. Daar zijn wij de laatste tijd heel hard mee bezig. Helene en ik samen. Dat is ook heel erg lastig. De meeste mensen die ik ken van mijn periode op de school van journalistiek met een multiculturele achtergrond. Die hebben we aan ons verbonden. En de meeste zijn al doorgestroomd naar Hilversum. Ook achter de schermen. Maar als je kijkt naar mensen met een journalistieke achtergrond, wat moet je wel hebben? Als je mensen interviewt, dan is dat niet alleen maar mooi wezen voor de camera. Dan moet je doorvragen. Nou, dat weten we allemaal wel, maar dat is lastig te vinden. Dus we willen dat zeker. Maar, en we hebben Zoe daar trouwens ook bij betrokken. Die heeft dat ook gedeeld. Klopt, ja hoor. Ja, nou ja, goed. Het is voor mij natuurlijk lastig om heel kritisch op je te zijn, Saïda. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik persoonlijk vind ik het geldargument bij diversiteit gewoon niet opgaan. Want dat kan je gewoon als Amsterdamse zender. En Amsterdam, AT5 bestaat nu 25 jaar, geloof ik bijna.
Ja, dat weet je, dat is, het is. En toen ik er kwam in 2005 was er nog meer geld en was er inderdaad nog meer inhoud. Maar zelfs toen werden vaak toch. En het heeft niet alleen te maken met de keuze voor diversiteit, dat je die wel of niet maakt. Eigenlijk is het geen keuze, want het is er, dus je moet als stadszender. En ze zijn er wel. En ze zijn ook kwalitatief goed genoeg. Dus het is gewoon onzin. Het is gewoon niet waar. Alleen, wat wel gegeven is, dat de netwerken bij jullie ontbreken. Dat is verder niet erg. Maar daar, weet je, ik zou er ook wel voor oppassen. Om het is natuurlijk is het kritisch wat wij zeggen. Maar in plaats van meteen in de verdediging te schieten, want het is niet dat we zeggen AT5 doet het niet goed of doet het helemaal niet goed. Maar ik vind gewoon dat je als stad, zoals de stad er nu uitziet en eigenlijk al heel lang uitziet, moet het je prioriteit zijn. Continu. Elke dag. En je kan je dan niet, want dat komt ook nu wel bij het boek waar ik mee bezig ben, steeds heel erg naar voren. Jullie zijn een vrij homogene redactie. Dat is AT5 heel lang. Zijn jullie niet de enige mee? Dat geldt voor bijna elk mainstream medium in Nederland. Je bent een homogene groep, dus om heterogeen te worden, om te veranderen, dat is moeilijk en dat kost tijd. En dat moet je, daar moet je in investeren. Dus ik zie dat, sorry, ik ga je even onderbreken, want ik zie dat Teun zijn vinger in de lucht gaat. Dus jij wilde heel graag op reageren, Teun. Ja, ook omdat ik wil toch wel twee punten eigenlijk aanstippen naar aanleiding van wat er wordt gezegd. Ik geloof dat ik heb een brief geschreven 4 jaar geleden toen het besluit werd genomen om AT5 bij RTW toen nog Noord-Holland onder te brengen. Volgens mij of naar de Raad of naar Parool. Want volgens mij is een van de bronnen van deze discussie, financieel, daar moeten we het zo meteen nog over hebben, dat is het tweede punt, is natuurlijk toch ook dat wij als Amsterdam onze stadszender in handen hebben gegeven van mensen uit de provincie. En ik zeg het maar gewoon even zoals ik het voel. Hè. Niks ten nadele van mensen uit de provincie. Alleen, het punt is, nou, overigens misschien wel. Mijn stelling is namelijk dat we in een hele turbulente tijd leven met transitie. En daar vindt een discussie over plaats. Ik wil er gelijk even reacties. Even reactie. Nou, mag ik hem heel even afmaken. Ja. Maar dit is wel, je zegt hier wel iets. Dus even een reactie van de andere panelleden. Ja, goed, kijk. Maar goed, dan ga ik natuurlijk ook iets zeggen wat misschien niet in dank wordt afgenomen. Kijk, ik vind dat bij een stadszender als AT5, Amsterdam bestaat, is een migratiestad, ook in de zin van er komen heel veel mensen uit heel Nederland naar Amsterdam om hier vanaf hun 18e te gaan studeren. Dat is ook prima, dat is een gedeelte van de stad. In de tijd dat ik er werkte, en ik denk dat het nu gedeeltelijk is, bestond vaak het grootste gedeelte uit de stad van mensen die hier niet zijn opgegroeid. Is op zich niet erg, want het is ook een belangrijk onderdeel van de stad. Dus ja, maar goed, daar word ik wel dan een hele vervelende Amsterdammer mee. Maar daar ben ik het wel gedeeltelijk mee eens, ja. Oké. Okay. Maar als je het nou weer hebt over de netwerken, dan zitten die netwerken natuurlijk toch beter bij mensen die in Amsterdam wonen en werken en leven. Ja? Sorry hoor, ik wil niemand beledigen, maar het is wel een... Ik wil gaan afronden, want we zitten gewoon echt met de tijd. Ik ga nog één ding zeggen. Het kan niet waar zijn dat we met 850.000 inwoners niet meer dan 2,8 miljoen kunnen opbrengen voor onze allerbelangrijkste platform waarin wij echt... Dankjewel, Teun. Dankjewel. Maar we moeten gewoon echt door, want we moeten hier om 7 uur namelijk weg. En de tijd gaat hard en we hebben nog echt een aantal hele interessante sprekers. Dus ik wil jullie voor nu bedanken. En we gaan met z'n allen doorpraten straks tijdens de borrel. Dus dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, want wij hebben nieuws uit Den Haag. En meneer Van der Poel, komt u alstublieft op het podium. Ik kom uit de provincie en ja, Den ja, Haag. Precies. En dan ben je al gelijk verdacht. Hè? U bent mediaspecialist en lobbyist. Vertel. Wat is het nieuws? Nou, laat ik eerst zeggen dat het heel lang heeft geduurd om zelf lobbyist te noemen. Omdat het altijd toch wel iets heeft van schemerigheid en achterkamertjes. Is dat niet zo dan? Dat is ook zo. Ja, ja. En ik werk met name voor publieke mediaorganisaties. Ik probeer zoveel mogelijk te volgen wat er speelt in Den Haag. Wat er aankomt en, en deze conferentie of deze bijeenkomst komt op een ontzettend goed moment. Aan het einde van de maand, 28 november, vindt de begrotingsbespreking plaats over media. En begin volgende week komt er een brief over de lokale omroepen. Kijk! En de aanleiding vanmorgen was in de staf van de staatssecretaris onder andere de publiciteit rondom AT5 en dergelijke. Maar dat betekent overigens geen goed nieuws. Oh, ja. Ik denk niet dat de mensen hier daar blij van worden. Nee, maar wat moet er gebeuren, zeg maar?
Nou, dan laten we eerst even teruggaan. Er zijn om Den Haag te begrijpen, rondom het mediabeleid. En ik ben daar maar een heel klein spelertje in en dergelijke. Dus, ja, want hoe lopen die lijnen? Dat maakt mij niet belangrijker dan wat ik nu zeg. Maar er zijn drie ontwikkelingen om Den Haag te begrijpen. Eén ontwikkeling is de centralisatie naar de NPO toe. Dat maken we allemaal mee. We zien de NPO steeds centraler worden. Nu Shula Rijksman en daar het apparaat onder. Betekent dat straks anderen dan alleen de traditionele omroepen ook programma's kunnen maken. Ik hoorde vandaag al wat voorstellen daarvoor. En als je naar het filmpje kijkt van AT5, dan denk je van, AT5 kan gewoon man bij het hond gaan maken. Helemaal niks. Nog veel meer, denk ik. Ja. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dan betekent dat AT5 gewoon een productiehuis is. En in essentie is AT5 ook gewoon een productiehuis. De licentie ligt bij Salto. AT5 is een productiehuis. Met respect voor de duiding voor de politiek hier in Amsterdam. Maar uiteindelijk is het gewoon een media, commercieel mediabedrijf wat publieke taken uitvoert. Tweede ontwikkeling, dat is de nationalisatie van de regionale omroepen. Wat is er gebeurd? De regionale omroepen, tegen een beetje de trend van de decentralisatie in, is het geld voor de regionale omroepen uit het provinciefonds gehaald en eigenlijk in een nationaal fonds gezet. Er is heel veel gedoe over, daar kunnen we zo meteen nog verder over hebben. Maar dat betekent gewoon dat er een nationaal fonds is, een nationaal budget. Er is ook een raad van toezicht van 5 mensen en die gaan straks aan het werk. En hoe dat allemaal er gaat uitzien, dat zien we wel. Maar dat betekent dat er van 13 regionale omroepen uiteindelijk... En dat die 14e? Van die 13 regionale omroepen er 5 zullen worden. En er zal nooit eentje bij komen. Zo, ja. En derde ontwikkeling is... ik heb het eerst gehad over de centralisatie naar de NPO. Omroepen worden productiehuizen. En stadsomroepen kunnen productiehuis worden. Tweede ontwikkeling is de nationalisatie van de regionale omroepen naar het nationaal niveau. En derde ontwikkeling is door de digitalisering, en dat hoor je onder andere Erwin Blom allemaal zeggen, is dat iedereen zijn eigen productie en zijn eigen omroep aan het worden is. En dat zie je terug bij de lokale omroepen, die traditioneel nog de ziekenhuizen bedienden en vrijwilligersorganisatie waren. Maar die gaan in korte tijd van 250 naar 50 en misschien wel minder omroepen, en die worden streekomroepen, gewestelijke omroepen. Nou, dat kortom eigenlijk een hele spannende tijd. Gewoon alles gewoon op zijn... Ja. Ik bedoel, ik ben er zelf ook even stil van. Maar dat wordt een hele spannende tijd. Ja, alles op de schop. Als je nu een keuze maakt om zeg maar metropoolomroep te worden, dan verlies je de band met de gemeente Amsterdam. Dan verlies je het argument van de zorgplicht van de gemeente Amsterdam. Wat Teun Courtier net zei. Als je dat loslaat, verlies je zometeen in korte tijd meer dan 1 miljoen euro. Als je gaat opteren voor regionale omroep, kan allemaal, gaat je niet lukken. Krijg je ruzie met de regionale omroep RTV Noord-Holland. RTV Noord-Holland wordt daardoor alleen maar naar Noord-Holland geduwd. Daar maak je geen vrienden mee op het provinciehuis van Haarlem. Laat staan bij de omringende gemeenten die nu bediend worden door RTV Noord-Holland. Nou, één ding weet ik in ieder geval zeker. Straks tijdens de borrel zal iedereen jou zeg maar overvragen. Want dit is nogal wat je hebt verteld. Nou, dus, jij wilde dat vanmorgen. Ja, heel graag. Jij vroeg aan mij van vanmorgen van... ik wil het nieuws, tuurlijk. Kom je nog wel wat vertellen? Nee, maar natuurlijk, daarom zijn we hier met z'n allen. Maar dit had ik ook niet verwacht. Maar dank je wel in ieder geval voor je bijdrage. En we laten het nieuws bezinken. Dankjewel. Felix, dan geef ik het woord aan jou. Ja.
Ik wil uitnodigen in volgorde van anciëniteit Walter Etty. Want dat was de eerste wethouder die de steen legde voor AT5 in 1990. Daarna een zeer veel gevraagd en bekroond adviseur verbonden aan AEF, Andersson Elvers Felix. Ook nog lid geweest van het commissariaat van de media. Dan Marcel van de Heuvel, al heel lang betrokken bij dit soort gesprekken als politiek adviseur, als lobbyist. En sinds 2014 een zeer kundig en aanwezig raadslid voor D66. En dan Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die als debuterend raadslid media kreeg en me net nog vertelde dat een toenmalige wethouder, niet bij, nader bij naam te noemen, tegen haar zei: nou, wat kan dat nou voorstellen in je portefeuille, mediabeleid? Met alle respect voor Meus zag ik een aantal mensen onrustig op hun stoel bewegen. Niet zozeer door de negatieve toonsoort van zijn mededeling, maar er was wanbegrip over wat hij zei. Ik wil dat eventjes determineren. Ik begin bij Walter Etty, want die heeft vorig jaar geholpen om de POA zo uit te rusten dat hij juist in staat zou kunnen zijn om een onafhankelijk AT5 te dienen. Begreep jij wat Meus van der Poel zei? Nou, ik herkende wel een paar dingen, maar ik denk dat die zaken wat stelliger voorstelde dan ze zijn, ook zijn eigen mening er wat doorheen gooide. Wat heel belangrijk is overigens, is dat de provincie Noord-Holland intussen niks meer te zeggen heeft over RTV Noord-Holland. Omdat het geld allemaal gecentraliseerd is. En een van de rare dingen die daar spelen is dat bedoeld is dat RTV Noord-Holland voor heel Noord-Holland, voor alle Amsterdammers dus ook een programma maakt dat representatief is. In dat opzicht zou je verwachten dat dus de helft van alle tijd die daar te zien is minstens over Amsterdam zou gaan. En dat ook de helft van al het budget daar besteed wordt, is niet het geval. En dat is wel interessant om Paul straks nog even te vragen van waarom het nog steeds niet lukt om dat als één bedrijf te zien en ervoor zorgen dat die fout rechtgezet wordt. Want, stel die vraag nu maar aan Paul. Stel jij de vraag aan Paul. Ja, ik hoef geen microfoon te hebben. Ja. En Paul, jij bent directeur van zowel Noord-Holland als van AT5. Er is iets van 17 miljoen beschikbaar voor Noord-Holland. Dat wordt nu wat minder vanwege de bezuinigingen. En maar 13,5 vooruit. En 2,5 miljoen voor AT5. Normaal zou je zeggen, minstens de helft van de inwoners van Noord-Holland woont in Amsterdam. Dus het moet ook over Amsterdam gaan voor de helft van die 13,5 miljoen. Dat is dus bijna 7 miljoen. Hè? Als je optelt bij die 2,5, zou je dus voor 9,5 miljoen AT5 Amsterdam Nieuws kunnen maken. Waarom lukt het nog niet? Waarom is er zo'n enorm verschil in die twee redacties? Paul. Gaat nu in orde komen. Gaat het volkje zien. Ja? Ja. Iedereen hoort me. Ik vind het een wat moeilijke cijfermatige exercitie die je net voerde. Om te beginnen, het is 13,5 miljoen en geen 17 miljoen. Dan zeg je, ja, wat is 13,5 miljoen? Het budget van RTV NH. Ja. Dus we hebben net een enorme bezuiniging achter de rug. Ook daar zijn afgelopen maandag 20 mensen aangezegd vanwege een taakstelling uit de Rijksoverheid. Maar ga niet met miljoenen smijten. Van die 13,5 miljoen van NH, daar moeten ze inderdaad de hele provincie van doen. Er zijn 60 gemeenten. Ik hoor hier vaker ook vandaag zeggen, er is honger naar een betere controle op de macht. Dat is dus niet alleen hier, dat is ook in Haarlem, in Alkmaar en in Den Helder nodig. Dat is een hele brede taak. Daar heb je gewoon ongelooflijk veel journalisten voor nodig. Mag ik je even onderbreken? En om te voorkomen... Even om het te snappen. Daar moet je even toestaan dat ik je een brug bouw. En daarna krijg je alle ruimte. De redenering die daaronder ten grondslag ligt bij Etty en bij anderen ook is, het aantal inwoners in Noord-Holland staat niet in verhouding tot het aantal inwoners in Amsterdam. En dus die rekensom van jou met die dorpen en die steden is één facet, maar het andere is natuurlijk het aantal inwoners in Noord-Holland versus Amsterdam. Ja. Amsterdam heeft 800.000 inwoners, de provincie Noord-Holland heeft 2,8 miljoen inwoners. Dus daar, dat is heel iets anders dan de helft over. Nou, waarom stelde ik je die vraag? Ja, en ook daar hebben wij dus een taak. Hè. Wij hebben gewoon een journalistieke taak om in heel Noord-Holland, als regionale omroepen zou je dat overal moeten doen natuurlijk. Daarnaast kopen wij, want even voorheen was dus NH ook heel erg aanwezig in de stad Amsterdam met eigen verslaggevers. Ik denk dat het in jouw tijd als
wethouder ook jou veel keer is overkomen dat je twee camera's op je af zag komen. Nee, helaas geen enkele, daarom heb ik geholpen aan de vijf op te richten. Nou. Maar het is denk ik voor velen wel een bekend verhaal dat de situatie waar we toen hadden, dat er twee verslaggevers van twee verschillende televisiestations en ook nog een radioverslaggever veelal in het stadhuis rondliepen en hetzelfde interview deden. Ja, ik vind dat onzinnig, dat we die middelen die we wel hebben, dat we die dubbel gaan inzetten. Dus we hebben enorm ondubbeld de afgelopen 3-4 jaar. Het effect is dat we hebben gezegd, laat AT5 zich nou concentreren op de stad. Want dan zijn ze veel beter in met het aantal mensen en met die achtergrond. Daar heeft iedereen waardering voor, ook voor de efficiëntie erin zit. En de vergelijking die we willen maken is die TV Rijnmond en met TV West. Ook één provincie Zuid-Holland en daar zijn gewoon twee zenders gemaakt. Ja, en dat gaat binnenkort en 8 miljoen, met een eerlijke verdeling van het geld. Ja, je hoorde het net ook al zeggen, dat gaat binnenkort ook voorbij. Nee, die moesten ook een beetje bezuinigen. Maar waar het om gaat is dat voor AT5 geen geld uit de pot voor regionale omroepen beschikbaar is. Die is wel voor TV Rijnmond. Dat de gemeente Amsterdam er nog 2,5 miljoen bijlegt is mooi. Fantastisch. En misschien moeten ze wel veel meer bijleggen als dit niet gebeurt. Maar er is gewoon een rare verdeling ontstaan. Die is historisch goed verklaarbaar. Er was vroeger ook geen beweging in te krijgen, omdat het stadhuis van Amsterdam altijd ruzie had met het provinciehuis. Maar dat is over. Wat is jouw voorstel? Jij zou een bemiddelingstaskforce leiden. Wat zou dan? Nou, want het zou natuurlijk raar zijn als alleen maar NH dat zou moeten opbrengen. Kijk, Paul was heel goed op weg. Want er zou een regionale publieke omroep organisatie in Nederland komen. En daarin had hij ook de bedoeling om ervoor te zorgen dat er plek kwam voor die 14e omroep. Okay. Omdat dat op zijn bek is gevallen, is dat weer weg. Ja. Want Paul niet ontslaat om inhoudelijk hetzelfde doel nog steeds te bereiken. Okay. En dat er dus een rare onevenwichtigheid op dit moment is. En ligt dus geld wat toekomt aan de Amsterdammers. En waar overigens de rest van het Holland veel belangstelling voor heeft. Want heel veel mensen zijn Helder en Haarlem willen heel graag weten wat er in Amsterdam gebeurt. Ja. En in dat opzicht is er gewoon een onderbenutting. Paul. Nee, maar het is evident. Er lopen 20 journalisten, die zijn vast in dienst, het zijn er veel meer, in Amsterdam rond. En die heten AT5, die lopen met een rode plopkap rond. En die maken fantastisch goed nieuws. En dat wordt doorgezet en dat wordt ingekocht door NH op dit moment. Dat is de situatie. We willen het niet meer dubbel hebben. We willen dat het één keer goed gemaakt is. En aan veel mensen wordt uitgeserveerd. En hoeveel mensen doen de rest van Noord-Holland? Dat zijn ongeveer 2 keer zoveel als journalisten. En is dat een normale verhouding, vind je? Dat vind ik wel, ja. Want zijn twee opvattingen. En daar hebben wij als kunstenaar... Naast het feit dat NH nog andere activiteiten ontplooit. Zoals bijvoorbeeld het hele management van het hele bedrijf. En ze maken ook een radiostation. Dat heeft AT5 ook nog niet. Ik ga even naar Marcel van der Heuvel. De gemeente geeft 2,8 miljoen. Het is een soort sprookje wat vervelend is. Hè? Dus de gemeente denkt... Walter, toen jij begon in 1990, dacht jij toen dat het commercieel haalbaar was? Nou, het was ietsje later overigens. Ik heb het niet als wethouder gedaan, maar je juist... Je hebt eerst het duw gegeven. Ik heb het op verzoek toen van het Parool, de Telegraaf, de gemeente Amsterdam en Salto samen gedaan. Want die konden alleen, hadden samen de bevoegdheid om iets tot stand te brengen. Maar toen was geld van de gemeente een belangrijk onderdeel, maar ook wel reclamegelden. Er was nog ergens een potje. En we hebben erg veel geld weggehaald. Ben ik daarvoor ook mee bezig geweest bij de commerciële omroepen die allemaal op de kabel wouden. Juist, die betaalden daar vergoeding voor. Die hebben toen allemaal daar flink voor betaald. En daar is dat centrum op Drempelplein ook voor betaald, waar Salto zijn eerste jaren heeft doorgebracht. Maar de vervelende kant van het sprookje is dat de gemeente Amsterdam altijd gedacht heeft, nou, het kan voor een beperkt bedrag. Terwijl het publieke omroep is. Volgens mij is iedereen het erover eens dat het publieke omroep is. Dat is de eerste vraag die ik stel aan Marcel. Ja. Is het publieke omroep? Absoluut. En hoe zou wat jou betreft... het is helemaal niet ondenkbaar dat in een volgend kabinet D66... een portefeuille vervult die daar invloed op uitoefent. Jullie hebben een wethouder voor cultuur en mediazaken. Hoe zou nou AT5 moeten worden gefinancierd, jou betreft? Nou, ik heb er een mooi stuk over geschreven... 2 jaar geleden. Daarna heeft eigenlijk Marjolein op een andere manier hetzelfde betoog gehouden. Dus dat maakt jullie een andersom. Mooie Siamese verdeling. Ladies first. Ja. Ja, nee, Marjolein was eerst. En dat wist ik overigens niet. Maar een prachtig stuk in het Parool. En ik had een stuk klaar voor het Parool. Maar het Parool
had niet in de gaten dat dit in de Kamer behandeld werd. Dat was overigens vorig jaar bij de mediawet. Dus ik heb ze nog even achter de vodden moeten zitten om te zeggen van... is het niet handig om dat nu te plaatsen? Want er is dus nu een discussie over gaande. Nou, ze hadden het voor de week daarna gepland. Dus, het heeft ertoe geleid dat de kunstraad kwam toen samen met de Raad voor Cultuur... met het advies om een 14e regionale omroep te maken. En ik denk dat dat een goed plan is. Kijk, we zitten een beetje vastgeroest in het oude concept van wat omroep zou moeten zijn. Je ziet dat er heel veel beweging gaande is, vooral op internet. Maar je ziet ook hele gekke dingen. Ik was een paar weken geleden op het Staalmanplein. Hè, dat is een uniek plekje. Daar zijn we als kunstraad mee bezig. Prachtig, geweldig. Wat gebeurt daar? Daar staat SBS6 en daar staan 6 vloggers. Maar geen AT5. Dan denk ik van, nou, uniek beeldmateriaal, dat zou je toch moeten kunnen gebruiken. Ik geloof dat jullie al het personeel een iPhone gegeven hebben, juist om overal te kunnen filmen. De kwaliteit is ook een stuk achteruit gegaan, hè, maar dat heeft te maken met alles. Want ik luister tegenwoordig ook in mijn huis naar niet meer hi-fi, maar weet ik veel wat. En ik heb daar kennelijk, zijn we daar tevreden mee. Dus die kwaliteit die zou je eigenlijk moeten versterken door een soort van interface te maken. En dat werd net al even door in het eerdere debatje besproken... dat daar een mogelijke taak voor zo'n omroep zou zitten. Maar ik vind, een van de dingen waar we ook in vastgeroest zijn... we zijn geen gemeente van 850 inwoners meer. 850.000 inwoners. De tram rijdt tot aan Diemen, gaat nu naar Aalsmeer, door Amstelveen heen. De Noord-Zuidlijn-discussie heeft geleid dat de hele regio... zich op Amsterdam focust. Dus mensen zijn ook Amsterdammers, ook al woon je in Uithoorn. Conclusie is, je praat over 1,3, 1,4 miljoen mensen... met alleen maar de 9 aangrenzende gemeentes. Hè. 9 gemeentes die aan Amsterdam grenzen, 1,3, 1,4 miljoen inwoners. En zou dat in die rekensom van waar AT5, wat ook de wensen zijn van de redactie... die daar ook voor opstaan, zou dat in die rekensom ook tot uiting moeten komen? Is het niet inderdaad krankzinnig dat je voor 2,8 miljoen... en nog een bedrag dienstverlening wat je terugkrijgt van NH, het moet klaren? Ja, ik denk dat als Amsterdam, Amsterdam heeft zijn nek uitgesteken... en substantieel geld hieraan uitgegeven. En dat hebben we gedaan voor een periode van 10 jaar. Nu zitten we halverwege, dus zijn we aan het evalueren. Vandaar dat de discussie opportun is. Maar ik vind dat je moet gaan samenwerken. Ik heb de wethouder ook geadviseerd om met de omliggende gemeentes te gaan praten. Als alle gemeentes een bijdrage daaraan leveren, dan kan dat in ieder geval al meer geld opleveren. En ik denk dat je met het Rijk moet gaan praten erover. En dat betekent niet dat we iets weghalen bij NH. Hè. Het betekent dat we gewoon een aparte organisatie willen zien die hele regio bedient. Ik vind, maar dat is dan wel een zelfstandige mediaorganisatie. Ja, maar de techniek kan natuurlijk overal vandaan komen. Ja, ja. En ik denk dat je veel meer moet gaan werken met hoe mensen tv ervaren en tv zien. Okay. Alle mooie dingen van Salto zou je ook op AT5 kunnen vertonen. Nee, dat hebben we in de vorige gesprekken gehad. Ja. Dat heet dat eventjes onder het containerbegrip curatorschap. Je moet, AT5 is het hoofdmerk en daar kan je een heleboel mee doen. Maar zou jij de verantwoordelijkheid willen dragen samen met Marjolein... om toch het debat te openen dat het budget verdubbeld moet worden in Amsterdam? Want het is natuurlijk helemaal niks, 2,8 miljoen. Als Maarten van Boven vertelt wat die functie zou kunnen zijn op cultureel gebied... en je inventariseert alle andere dingen... dan praat je dus over zo'n klein bedrag per inwoner... Ja, ik weet niet, we hebben al eens een keer eerder een vergelijkbare discussie gehad over een ander onderwerp. Dat ging over indexering. Ik heb argumenten nodig waarom we dat dan zouden moeten doen. En ik zie dat er nu heel veel vernieuwing mogelijk is. En vernieuwing is mogelijk door samenwerking te entameren. Helaas is de regionale omroep niet van de grond gekomen. Dat betekent forse bezuinigingen. 1,7 miljoen bezuinigen op het budget van Noord-Holland. En daarmee ook op het budget van... En 20 mensen eruit? En 21 mensen zelfs, zoals ik het goed heb begrepen. Maar van 7 redactieleden, dus... Die 20 die lopen niet meer met plopkrapjes rond. Dat is gewoon doodzonde. Okay. Zonde voor de werkgelegenheid, maar ook zonde even, voor de manier... Ja, en dan Marjolein. Felix, de bal ook terugleggen. Hè? Net even het verhaal ook van het muziekgebouw. Die zegt van we willen dat er meer cultuur op is. Het is ook vreemd dat AT5 los wordt gezien van de rest van het cultuurdebat. Dat bijvoorbeeld wel gepraat wordt over subsidie voor debatinstellingen. Hè? De Bali... Met de Zwijger die dat niet gekregen heeft, maar... Ja, nee, maar precies de Zwijger. Maar het rare is natuurlijk in dat maatschappelijk-culturele debat... Hè, dat AT5 daar heel belangrijk in is... maar eigenlijk helemaal buiten dat cultuurdomein wordt gezien. Maar werkt dat eens uit? Wat zie nou, dus je ik zou het heel reëel vinden, gezien ook het bereik wat AT5 heeft... en de verbindende rol die het in de stad kan hebben... en ook zeker in relatie met het Salto-werk...
dat je dat ook een heel substantieel deel van je cultuurgeld zou heenbrengen. En dat het eerder ook een van de vaste elementen zou moeten zijn in, hoe heet die dingen tegenwoordig ook, die vast gesubsidieerde clubs? De basisstructuur. Basisstructuur. Dat eigenlijk AT5 gewoon in die culturele basisstructuur thuis zit. Ja, maar daar zit hij in. Alleen het valt niet onder het kopje cultuur. Maar dat is het moment nu ladies last. Terwijl het meestal ben van ladies first. Ja, kijk, je kan weer allerlei begrotingsposten bij de gemeente. Kan je als het ware een argument aan ontlenen. Van dat is voor AT5. Maar je kan ook zeggen volksgezondheid, onderwijs, cultuur, die en die en die. Als je dat nou vergelijkt met die 2,8. Precies. Er moet gewoon een substantieel bedrag meer komen om daarmee ook de lobby voor een rijkspositie van AT5 te versterken. Want anders is het weer AT5 komt op zijn knieën met 2,8 en zegt tegen het Rijk, ja, we willen hetzelfde bedrag als West, Mediahuis West en Mediahuis Rijnmond. Die krijgen tussen de 8 en 10 miljoen. Hoe zie jij dat? Nou, helemaal eens. En ik ben ook heel blij met wat Marcel nu zegt, want inderdaad, toen ik in 2010 in de raad kwam, kreeg ik twee portefeuilles, onderwijs en publieke media. En toen zei ik tegen Caroline, het was precies andersom, oh, dat wordt niet zo... Caroline Giels bedoel je? Ja, dat wordt niet zo politiek. Nou, een half jaar later, en veel mensen hier hebben dat nog meegemaakt, want mensen zijn trouw aan de AT5, zaten we in een hele stomende hoorzitting en was het meteen mega politiek. Dat was ook mijn coming of age in de politiek. Maar wat het ook heel politiek maakte, was op dat moment zeiden drie partijen die samen meerderheid hadden, VVD, D66, GroenLinks, het mag wel degelijk een commerciële zender worden. En we gaan een beauty contest uitschrijven en er mogen allerlei commerciële partijen aan meedoen. Tuvalu kwam om de hoek en weet ik veel wat allemaal. En ze gaan er maar op bieden. En toen hebben wij gezegd, ja, maar AT5 is zo'n onwijs sterk merk. En mooi ook dat nu in 2016 dat is beloond. En zo'n verbinder van alle Amsterdammers, dat moet je behouden. En als je dan even vraagt, wat is daar dan de relevantie van? Kijk alleen maar naar de opkomst bij verkiezingen. He, het was in Amsterdam in de verkiezingen 2014 nog maar net boven de 50%. Het risico is dat we nu onder die 50% gaan zakken. Dus dat wij niet eens van de meerderheid van de Amsterdammers mandaat meekrijgen. In dat soort dingen is een AT5, en dan niet alleen maar als zender... Dus een politieke redactie van 4-5 mensen is niet overvraag. Als je dus niet alleen op het stadhuis rondloopt, maar ook in de stad bent, et cetera. Extreem relevant. En dan ga ik me dus niet over de inhoud uitlaten. Want daar moeten wij als politici echt, Marcel, verre van blijven. Media moeten altijd onafhankelijk zijn en die moeten zo kritisch mogelijk op zijn. En die moeten ons bijten, ook al geven ze heel veel geld. Ja. Dus ik ben heel blij dat het destijds is gelukt om te zeggen, 10 jaar structureel financiering en we blijven eraf en we gaan niet van dat soort rare beauty content. Maar het kan omhoog. Maar destijds zeiden wij al, die 2,8 vond ik toen ook al niet genoeg. Dat was eerlijk gezegd gewoon eerlijk koelhandel. Wat zou het bodembedrag van de gemeente moeten zijn om daarmee een lokaas te creëren voor een oplossing in regionaal rijksverband? Nou, het is altijd lastig, omdat je dan als je zegt, kijk, naarmate wij meer gaan betalen, gaat het Rijk zeggen, maar nu hebben jullie toch genoeg. Ja. Dus je moet daar wel slim mee omgaan. Maar als ik nu hoor dat, nou ja, A, denk ik, er is niet nooit een mogelijkheid om tot meer tot 13. Ik denk, wij maken zelf de wet en vragen niet of het stopt met regenen. Hè? Dus daar kan volgens mij altijd wel wat in veranderen. Overigens denk ik ook dat onze wethouder Ollengren, hè, als ik jou ook hoor, volgens mij moeten we haar samen oproepen om dan ook een flinke lobby daar in Den Haag te gaan starten en te zeggen, hè, ga daar. We zijn wel de hoofdstad, hè? We hebben wel 840.000 inwoners hier in Amsterdam. Het is nogal belangrijk, dus laten wij haar daar samen toe oproepen. En laten wij dan inderdaad ook zien dat we daar zelf ook wel wat bij kunnen zetten. Dus dat we dat gezamenlijk doen in het belang van de verbinding in de stad. En als je dan ziet dat we hier steeds meer uit elkaar drijven, dat de polarisatie enorm toeneemt, dat de tweedeling enorm toeneemt, dan is het dus niet moeilijk om een case te maken voor een AT5. Nou, eigenlijk denk ik dat alles wel gezegd is in deze ronde. Wie is hier in de zaal expert van de financiering van Rijnmond en Mediahuis West? Wie weet er alles van? Maurice, weet jij er alles van of niet? Nee? Nou nee, waar het mij om gaat is, die krijgen tussen de 8 en 10 miljoen. Nou, heerlijk. Ja. Nee, die hebben ook 8,5 miljoen. Die zijn ook met 10-15% gekort. Dat is een iets grotere provincie overigens, 3,7 miljoen.
En daar hebben ze in die provincie spijt van als haar op hun hoofd dat ze er twee hebben. Er is al 10, 15 jaar lang daar een discussie. Hoe kunnen we daar weer één van maken? Dat is allemaal geen relevante discussie meer in dit moment. Want we zijn nu eenmaal bezig om al die regionale omroepen te consolideren. Het grote plan om dat tot één RPO te halen is niet gelukt. Felix, mag ik wat? Nee, maar dat is de essentie. Maar vinden de Rotterdammers en de Haagenezen dat ook? Nee. Ik denk dat zij heel blij zijn met hun West en met hun Rijnmond. Nee, ik denk niet dat je Omroep West moet opheffen of RTV Rijnmond. Kijk, AT5, je zegt het zelf, het is een merk. Het is een heel sterk merk en de Amsterdammer moet dat herkennen. En dat is goed en dat moet veel beter en daar hebben we heel veel ambitie in. Net zo goed als NH een merk is. En die merken die moeten gewoon gemaakt worden. Dus de ijspotent moet voldoende smaken hebben. Het is niet zo heel erg belangrijk of dat nou lokaal of regionaal of desnoods landelijk heet. Daar is het publiek al helemaal niet mee bezig. Het moet er gewoon komen. En uiteindelijk moet je voldoende middelen hebben om dat te maken wat je bevolking wil. Oké, Paul, duidelijk. Ik denk dat jouw antwoord is interessant, maar het is niet de complete. Of je zou kunnen zeggen dat is jouw mening, ook bezien vanuit jouw positie. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, Rijnmond was de eerste. En dat is een heel mooi station. Ik vind het radiostation van Rijnmond echt heel erg goed. En dat slaagt erin om het Rotterdamse accent in die buurgemeente door te krijgen. En zo geldt dat ook voor West. En zo is dat absoluut van toepassing conform zoals Walter Eddy dat uitlegde. Dus we moeten oppassen met het woord merk. Want het woord merk suggereert iets commercieels. Het merk is je DNA. En het DNA dat wordt herkend door je publiek. En dat is dus je karakter. Wij zijn publieke omroep. Ja. Wij doen dit allemaal voor het publiek. Niet voor aandeelhouders, niet voor. En wij moeten het dus zo efficiënt mogelijk maken, zodat we zoveel mogelijk beschikbaar kunnen stellen voor de content. En het publiek, als je vanuit hun perspectief redeneert, die stemt af op een merk. We hebben het voor de pauze al over gehad. De betrouwbaarheid van een goed mediamerk is de essentie. Dus die merken moet je overeind houden. Alleen hoe je het organiseert en hoe je het vervolgens noemt, is niet zo relevant. Als het er maar is voor het publiek. Oké, nou, daar komen we vandaag niet uit. Daar zijn gewoon echt verschillen van mening over. Maar Felix, ik ben het in deze wel met Paul. Kijk, misschien zit er verkeerde connotatie aan het woordmerk. Maar wat het eigenlijk betekent is dat het heel veel emoties oproept bij mensen. Dat weet enorme je, dat verbinding. Thuis of niet? Precies. Nee, maar we zitten langs elkaar heen te praten. Het gaat over karakter. Het gaat over je verbinden met een mentaliteit zelfs. En dat heeft met het publieke te maken. En daar kan het woord merk soms verbasterend werken, omdat merk iets commercieels heeft. En uiteindelijk gaat het om publieke mediahuizen die in hoge mate met belastinggeld moeten worden betaald. En dat willen we ook. En daarmee ga ik nu afsluiten. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid. Als één ding als een paal boven water staat, is het dat AT5 een cruciale functie niet alleen vervult, maar nog meer gaat vervullen. Dat is ook door de mensen net weer genoemd. Dat het dus echt meer geld nodig heeft. Dat die 2,8... Nou, het is geen fooi, maar daarmee kan je niet doen wat de stad wil, wat de kijkers en luisteraars verwachten, de gebruikers, ook op de social media, daar is en echt. En misschien toch ook een belangrijke toevoeging is, sorry dat ik je onderbreek, Felix, maar het is niet zo dat we nu allemaal met z'n allen gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën, dat het allemaal daardoor maar goedkoper wordt, want dat is dus een farce, dat is niet zo. Nee, dus je praat eigenlijk over een verdrievoudiging van het budget. En dat is wat Marjolein zei en waar jij het ook over hebt gehad, Marcel. Dat is echt een politieke lobby. Ja. En als je dat uitstippelt, dan is dat haalbaar. En dan kom je tot een oplossing waardoor voor een periode inderdaad van 20 jaar al die mensen in Amsterdam die er werken, die er leven, die er wonen, in de breedte, misschien in Amstelveen, misschien in Diemen of in de Pijp of in Bos en Lommer, als eerste gebruik maken van de media die AT5 aanbiedt bij het volgen van de ontwikkelingen van de dag, maar ook op de achtergrond of ergens in de diepte. Ik dank u wel en tot ziens.